Hoi Babs, even kijken hoor hoe dit werkt. Da-da-da. Als het goed is zie je het nou het hele scherm. En ik doe het even zo, omdat ik weet niet of ik morgen genoeg tijd heb om, om die vraag door te nemen. Dus benzodiazepinen, oké. Het gaat over een kalmerend middel. En de GABA-receptor. Ik loop het met je door. Ik heb net even snel naar die vraag gekeken. En ik klik hier af en toe naar antwoorden en BINAS. Oké, afhankelijk, want het is een. Staat hier boven, GABA-receptor. Het is een receptor. Dat betekent dat hij dus een signaal oppakt. Het is een transmembraan eiwit. Daar gaan we ook naar kijken zo. Dus dat zit door de hele celmembraan heen. Aan de ene kant vangt hij een signaal op en dan doet hij iets aan de andere kant. En wat doet hij? Hij zet dat kanaal, dat zet hij wat verder open. En als het open staat, dan passen chloride ionen daardoorheen. En wat zeggen ze over de transport van een bepaald ion? Niet een chloride ion, ja, maar gewoon in het algemeen van een bepaald ion door een celmembraan is onder andere afhankelijk van de concentratie van het ion aan weerszijden van het membraan. Ja, dat lijkt mij wel. Want als ze in dezelfde concentratie zitten, ja, als er net zoveel chloride of welk ander ion dan ook zou zijn aan de ene kant als aan de andere kant van de membraan, ja, dan krijg je dat er in principe geen uitwisseling is. Het tweede, het potentiaalverschil over het membraan, ja, dat is ook belangrijk. En dat weten we van kalium en natrium in zenuwcellen. Ja, dat die. Natrium, die kalium, die zit de grootste concentratie binnen de cel. Natrium, een grote concentratie buiten de cel. Dan kunnen we even hier naar BINAS kijken. En dat kan ik vergroten, toch? Hoe doe ik dat? Nou, kan ik niet zo snel zien hoe ik dat vergroot. Je ziet hier kalium een hogere concentratie dan binnen dan buiten. En andersom met natrium. Toch, als er niets gebeurt, en daarom is die kalium-natriumpomp werkt die ook niet eerlijk. Want je ziet hier dat er 3 natrium naar buiten gaat en maar 2 naar binnen. En waarom is dat? Omdat die cel hier is negatief geladen. En dus diffunderen kalium-ionen of natrium-ionen makkelijker naar binnen dan kalium-ionen naar buiten. Die worden aangetrokken door de negatieve werking, de negatieve lading van die cel, de binnenkant. En dus die worden ook aangetrokken door het concentratieverschil. Maar bij kalium is dat met het potentiaalverschil net andersom. Als je dat snapt, dan moet je ook dat tweede kunnen snappen. Dus het is allebei, het is C. Dan GABA-receptor bestaat uit 5 subeenheden. Dit is die receptor, zie, transmembraan eiwit, dwars door de celmembraan heen. En dan is de vraag. Wordt in afbeelding 1 secundaire, tertiaire of quaternaire structuur van GABA-schematisch weergegeven. Dit is een foutje, daar is een erratum voor. Dat staat helemaal onderaan de toets. Hier moet GABA-A-receptor gelezen worden. Wat is dit voor een structuur? Dat weet je hopelijk nog ook van scheikunde. Ja, de primaire structuur is de aminozuurvolgorde. De secundaire structuur is dat ze zo'n wokkel maken of een alfa. Wokkel of een beta-sheet. Tertiaire structuur is de vouwing van het eiwit. En een quaternaire structuur is dat je verschillende eiwitten aan elkaar koppelt. En dat doen we, want we hebben hier 3 verschillende. Ja, dus quaternaire structuur, C. Nou ja, C. C. Zo. Dan, GABA is een remmende neurotransmitter in het centrale zenuwstelsel. Als GABA bindt. Aan de GABA-A-receptor in het membraan, dan verplaatst zich chloride-ionen door het membraan. Zullen chloride-ionen zullen die als gevolg van het binden aan een receptor de cel instromen of uit? En zit die netto, want er is altijd, hè, het is altijd een soort van evenwicht. En verklaar het remmende effect van GABA als gevolg van deze ionenverplaatsing. Gewoon naar BINAS. Ja, je ziet hier chloride. Lage concentratie binnen de cel, hoge concentratie buiten de cel. Dus ze willen naar binnen toe. En wat we ook zien, één tabel verder,
is dat normaal gesproken, heel klein staat hieronder en dat weet je hopelijk nog, is de rustpotentiaal van een zenuwcel is min 70 millivolt. Krijg ik daar meer negatieve lading bij, omdat die chloride-ionen, die stromen dus die cel binnen, dan wordt die meer, en dan krijg ik het potentiaalverschil, wordt groter. Dan gaat die dus niet zoals in dit grafiekje omhoog, maar gaat die omlaag, wordt die gehyperpolariseerd. Ja, want hij komt verder van nul af te liggen. Hij komt ook verder van die drempelwaarde. En dus, ja, dat is het remmende effect. Dus als je dat netjes kan uitleggen, heb je ook twee punten. Goed, dan gaan we naar naar verschillende kalmerende middelen. Dan laten ze hier het verschil tussen een agonist en een antagonist. Nou, anta zit een soort van anti in. Geen signaal, wel signaal. Maar dit is weer een... dit kalmerend middel is weer wat anders. Dat is een allosterisch modulator. En wat betekent dat? Die zit dus hier zo op een ander plekje. Kan die binden. Met de receptor. Dus je hebt nog steeds GABA nodig. Maar als die niet bindt, heb je een normaal signaal. Bindt die wel, ja, dan heb je een versterkt signaal. Is er een andere modulator, dan heb je een verzwakt signaal. Dus het is een soort versterker. Klassieke middelen zijn agonisten. Dat zijn dus deze. Die zorgen voor hetzelfde signaal als die lichaams-eigen boodschapper. Maar benzodiazepinen, ja, zijn versterkte modulatoren. Dus dat is deze. Dus ik krijg een versterkt signaal als GABA en dus die benzodiazepine als die aanwezig zijn. Goed, dat is belangrijk om te weten, want we moeten verklaring geven dat allosterische modulatoren in het geval van overdosering minder gevaarlijk zijn dan de meeste agonisten of antagonisten. Nou, hebben we eigenlijk net al behandeld. Heb ik net al verklapt, want ze versterken alleen het signaal. Dus er moet nog steeds een signaal zijn wat dan versterkt wordt. Terwijl als je een agonist hebt, die slik je en je krijgt hetzelfde signaal door die agonist. Dus dat is wel een dingetje. Dus je kan hier dat hele signaal nabootsen, terwijl hier versterkt hij alleen het natuurlijke signaal. En dus dat effect is minder heftig. En dus over het algemeen is een overdosering is een minder groot probleem. Omdat het alleen een versterking is. En dus als je te veel van het versterkte signaal van dit zou inslikken, heb je nog steeds GABA nodig. Dus er gebeurt niet zo heel veel als er heel veel van dit is, maar heel weinig van dit GABA. Terwijl als er heel veel van die agonist is, dan creëer je dus een signaal wat er eigenlijk helemaal niet hoeft te komen. Ik hoop dat duidelijk is, ja? Voor twee punten. In de loop van de evolutie zijn door het optreden van mutaties verschillende varianten ontstaan van receptoren die reageren op dezelfde signaalmoleculen. Leg uit dat er tussen de receptoren meer variatie te verwachten is in de bindingsplaats voor de allosterische modulatoren dan in de bindingsplaats van agonisten of antagonisten. Dus ze zeggen, hier, deze plek, verwacht je meer variatie dan daar. Nou, als hij hier een ander molecuul ook past, heb je een versterkt of een verzwakt signaal. Als er hier een ander signaal past, dan krijgen we dus een agonist of een antagonist. Nou, dat kan wel eens een heel groot probleem opleveren. Geen signaal, dat kan wel eens een selectief nadeel zijn. Even kijken wat ze hier zeggen. Ja, bij de verandering in de bindingsplaats van allosterische modulatoren is de receptor nog steeds functionerend. Ja, waardoor de invloeden op de overlevingskans gering zijn. Dus wat ze zeggen is, als ik die bindingsplaats aanpas en ik heb een andere allosterische modulator, dan heb ik deze bindingsplaats, die is nog steeds geschikt. Dus ik krijg nog steeds een signaal. En dan zeggen ze, een verandering in de bindingsplaats van die agonisten of antagonisten zou kunnen leiden tot een niet functionele receptor. Oh, het is precies andersom als dat ik zeg. Ja, dat als die bindingsplaats, als die verandert, dan past die niet meer op het signaal en dan krijg je een selectief nadeel.
Ja, dat zou als, en hier zeggen ze zelfs verlaagde overlevingskansen. Ja, dus die komen minder voor. Die worden eruit geselecteerd, zou je kunnen zeggen. Dit is wel een lastige vraag. Dan weet ik ook niet zeker of ik die wel goed zou hebben. Die hebben we net gedaan. Die hebben we net gedaan. Oh ja, bij langdurig gebruik van die benzo, wat een rotnaam hè, van deze stof is een hogere dosis nodig voor hetzelfde effect. Dat is dus gewenning. Deze gewenning kan je toeschrijven aan veranderingen in en rond neuronen. Dan moet je even realiseren dat die receptor, het gaat over neurotransmitters, dus we zijn, even kijken, we zijn hier. We zijn in een synaps. Kijk, hier zit hij. We zijn in een synaps. We hebben een presynaptisch membraan. We hebben een postsynaptisch membraan. En we zitten dus te kijken, dat GABA is zoiets. Ionpoort open, ionpoort gesloten. En dat gele bolletje, ja, dat moet dan GABA zijn. En dan zou hier nog een andere bindingsplek zijn die ervoor zorgen dat die poort open gaat. Oké, okay. Maar we zitten dus op het postsynaptisch membraan. Dus dat betekent, ja, toename van het aantal GABA-receptoren in het presynaptische neuron. Ja, maar er zit helemaal geen receptor in op het presynaptisch membraan van het presynaptische neuron. Daar hoort helemaal geen receptor te zitten. Dus deze is totale onzin. Ze zeggen, het zou ook kunnen liggen aan als er minder van die GABA-receptoren in het postsynaptische neuron ligt. Even kijken wat er dan gebeurt. Stel je voor, ik krijg hier minder receptoren doordat ik die stof neem. Dan bindt GABA. Even denken hoor. Kom ik hier uit? Dan bindt GABA dus met die receptoren. En dan zou. Dan bindt GABA met die receptoren. Dan zou je chloride ionentransport plaats kunnen vinden. En dan bindt dat kalmerend middel ook. En dan krijg je een verdovend effect. Want hij krijgt meer chloride transport. Even denken. Bij minder receptoren. Ik zie hem niet zo snel. Deze kan ik wel goed verklaren. Toename van het aantal GABA-transporteiwitten voor de heropname van GABA. Dus wat ze zeggen, ja, stel je nou voor, want deze stoffen, die neurotransmitters, die worden weer hierin opgenomen. En als dat zo is, ja, als die neurotransmitter weer wordt opgenomen en dat gebeurt sneller, dan heb ik dus voor hetzelfde resultaat, heb ik dus meer van die modulator nodig. Om dat te compenseren. Want dat GABA, dat zit er maar even aan vast. Dus als ik minder GABA heb, dan moet ik dus een versterkt signaal krijgen. Als ik minder van dit heb, dan moet mijn signaal in het geheel genomen versterkt zijn. Maar, dus 3 is het sowieso. Maar waarom is het 2 ook? Want dat heb ik natuurlijk gespiekt. 34F. Zie. Zowel 2 als 3. Waarom is het 2 ook? Afname van het aantal receptoren. Dus ik heb minder receptoren hier. Dan zou je zeggen, dan bindt die neurotransmitter eerder met overgebleven receptoren. Oh, dan heb ik natuurlijk minder signaal. En als ik minder signaal zou krijgen, dan moet dat signaal wat ik krijg, dan moet het signaal wat ik krijg, moet ook weer versterkt zijn. Ja. Die is ook niet makkelijk. Je hebt geen makkelijke vraag uitgekozen hoor. Het moet dus 2 en 3 zijn. En dat is jammer, hè? Want als je alleen zegt dat het 3 is, krijg je hier geen punten. Maar goed. Ook al zijn ze veilig bij overdosering. Dit zijn medicijnen die kalmerend zijn, slaapbevorderend, bla bla bla. Een van de problemen is mogelijk verhoogd risico op oplopen van botbreuken door een ongeval binnen of buitenshuis. Verklaar verhoogd risico. Dit is belangrijk. Twee delen van het centraal zenuwstelsel. Je moet dus twee plekken noemen in het centraal zenuwstelsel, waardoor het mis kan gaan door die kalmerende of slaapbevorderende werking. Nou,
Het eerste waar ik aan denk met een centraal zenuwstelsel zijn je grote hersenen. Je reactietijd wordt vertraagd. Je kan minder helder nadenken, want dat is kalmerend. Je kan minder snel reageren en dus kan je een botbreuk oplopen. Hè? Dat je snel uit balans raakt. Dat is één. En dan moet je dus iets anders nog noemen. Maar wel een deel van het centrale zenuwstelsel. Dus dat zou kunnen zijn je sensorische schors. Of dat zou kunnen zijn je kleine hersenen in je achter, die coördinatie. Ja, en dan moet je dus ook iets ouwehoeren over dat gebrek aan. Nou ja, dat het trager verwerken van die prikkels die in je sensorische schors binnenkomen. Zorgt voor een minder snelle reactie. Het kan zijn, maar blijf kijken naar die centrale zenuwstelselplekken. Je kleine hersenen zitten hierachter. Kleine hersenen zorgen voor coördinatie. Daar zou je ook iets moeten kunnen zeggen, dat de coördinatie trager gaat en dat je daardoor eerder uit evenwicht raakt en dus een botbreuk oploopt. Dat is een beetje een wauwelvraag hoor. Dan hebben we een experiment onderzoek. En het is quasi-experimenteel, zeggen ze. Wat is hier quasi aan? Nou, dit is eenzelfde groep vrouwen. Het zijn allemaal vrouwen, hè? Ja. Het zijn vrouwen die... percentage vrouwen. Gebruik. Het zijn een percentage vrouwen. Interessant. In ieder geval, dit zijn twee groepen. En er is een maatregel ingevoerd. Wat is die maatregel? Die maatregel is dat in New York, ja, is het gebruik van die stof teruggedrongen. In New Jersey, dat ligt ernaast, zoals je misschien weet, is dat niet gebeurd. En dat zie je ook, het gebruik is gedaald in New York en niet in New Jersey. Maar wat zie je hier in deze diagram? Dat er een aantal botbreuken... of heupfracturen hier in New York, daar gebeurt helemaal niets mee met die lijn, lijkt het wel. Dus waarin verschilt een experimenteel onderzoek met een dergelijk quasi-experiment? Nou, in een experimenteel onderzoek zou je dus twee groepen mensen hebben, waarvan de een wel die stof slikt en die andere niet. Maar dat heb je niet. Ja, dus dat is de reden dat ze het op deze manier doen. Dat is meer een correlatie, hè, wat we hier aan het onderzoeken zijn. Formuleer drie punten. Formuleer een hypothese die past bij het onderzoek. Nou, een hypothese zou kunnen zijn... heupfracturen worden deels veroorzaakt door gebruik van dat benzodiazepine. Ja, dat zou een hypothese kunnen zijn. Een hypothese is een stelling, hè? Dus geen vraag, een stelling. Beargumenteer of die hypothese wel of niet ondersteund wordt met de resultaten. Nou, je moet dus hier iets koppelen zoals het gebruik daalt, maar de aantal heupfracturen in New York niet. Bij de controlegroep natuurlijk ook niet. Dus daarmee kan je stellen dat die heupfracturen worden niet veroorzaakt door dat benzodiazepine. Zoals het nu lijkt. Wat zegt zij daarvan? Verband tussen, zij doen het nog iets netter, want zij linken dat ook aan die heupfracturen. Je krijgt ook weer, daar hadden we het eerder ook over, hè? Twee streepjes, maar drie punten. Ja, ik vermoed dan die hypothese één punt, dat klopt. Je moet wel een conclusie stellen als die hypothese wordt niet ondersteund, met als moment dat de natijdschrift T... geen verschil is tussen de incidentie van die twee groepen. Dus dat betekent dat deze twee lijnen, en die blijven ongeveer gelijk lopen. Je kan ook zeggen, er zit geen knik in. Dus dat is hem. Ik hoop dat je hier een beetje wat aan hebt. En anders dan kunnen we daar misschien morgen nog wel even op terugkomen. Ik heb met Amra, dat meisje wat later kwam, heb ik ook afgesproken dat ik het vierde uur... nog even met haar dingen door zou nemen. Dus wie weet heb ik dan ook nog tijd. Maar ik moet ook gewoon lesgeven. Helaas, pindakaas. Ik hoop dat dit je geholpen heeft. Succes. Een lang verhaal, 20 minuten.